Camera loopt. Ja, lekker rustige uitzicht. Kan ik? Rustige uitzicht. Man, wat is dit? Ja. Een rustige uitzending dit keer, want Lucas die is op vakantie, die zit in China, maar uiteraard bemoeit zich wel nog met de koffiecorner. We gaan het natuurlijk hebben over die wedstrijd tegen Vitesse, wat een debakel zeg, we blikken ook vooruit op Fortuna. En we hebben het ook over de koning van de koel, met een speciale gast. Let's go! Ja, de koffiecorner deze week zonder Lucas, want die zit in China, maar we hebben wel een uitstekende vervanger gevonden hoor. Rolf van Heijstel, ja, zeker. Met een lekker bakje koffie. Yes, yes. Proost. Yes. Verstand van fashion heb je zeker. Deze zaak is van jou. Heb je ook verstand van voetbal? Nou, ik heb geen verstand van voetbal. Ik ga wel elke week naar VVV. Ook vaak uit. Ik heb vooral een grote mond en wel een mening. Oké, geen verstand van voetbal hebben wij ook niet. Dus dat komt helemaal goed dus, vandaag. Hoppa, let's go. Over Lucas gesproken. Hij zit nu in China, maar we hebben natuurlijk wel nog de Lucas Brammers Index. Ja. Zolang je meer punten hebt dan dat je wedstrijd hebt gespeeld, zit je goed. Is nu niet meer. Ik denk dat we ons een beetje zorgen moeten gaan maken. Het is niet mijn beste, hè? Laatste vier verloren. Wat ik vooral heel erg gek vind, is dat VVV zo ontzettend goed aan die wedstrijd begint. Ja. Het hele stadion voelt het. We staan echt lekker te ballen. Er zijn een aantal goede kansjes. Er wordt goed geschoten. Er wordt helaas niet super goed afgemaakt. Maar dan krijg je één doelpunt tegen en dan zie je het hele team eigenlijk uiteenvallen. Ik vind dat zorgelijk. We krijgen ondertussen telefoon. Herm Pollux. Herm Pollux, die zou ik altijd even opnemen. Dag vaders. Wat vond ze van VVV deze week? Oh, maar ik moet je op de speaker zetten. Ik moet zeggen, ja, geweldig. Heb ze het niet gezien? Ja, dat is eerlijk gezien. Ze voldoen verwachting. In ieder geval, heel veel mensen hadden voor het seizoen het gevoel dat er een betere selectie stond dan vorig jaar. Dacht ik ook, ja, ben ik eerlijk in. Dus het kan geen gebrek aan kwaliteit zijn. Wat wel aan de hand is, is gewoon feitelijk, we maken te weinig doelpunten. En we krijgen er iets te veel tegen. We krijgen er iets te veel tegen, dus er is iets aan de hand. Ik denk dat we dat de oplossing ligt meedogenloos zijn. We moeten meedogenloos zijn in de verdediging, maar ook aan die andere kant. Daar moeten we ook gewoon meedogenloos die ballen tegen het netje aan schieten. Het is tenslotte de koning van de koel. En hij flikt het gewoon. Hij heeft nog nooit tegen VVV gescoord. Nog nooit. Twee en nu keer. Maakt hij er twee. Niet te stoppen. Ja, prima doelpuntjes ook hoor. Nee. Wat me verbaast is dat er nooit een grote club hem is komen halen. Of een club uit het buitenland. Hoe kan het toch dat hij nog altijd bij Vitesse zit? Ik moet zeggen, wij waren twee weken geleden bij Feyenoord tegen Porto. En als één club in Nederland deze jongen kan gebruiken, dan is het Feyenoord. Ja, maar je kan beter bij Vitesse zitten dan bij Feyenoord op dit moment hoor. Ik stel wel voor, Brian, als je deze zomer ook niet komen halen, je bent dan al 30, weet je, kom dan gewoon lekker je carrière afsluiten in Venlo. Erik, hebben we nog een bakkie? Nee, kom eens even op de plaats kapot. Oh, nou, kom erbij, staan. Je bent precies op tijd. Kijk, zo gaat het dus in de koffiecorner. De koffiecorner zonder koffie. Wedstrijdje tegen Fortuna deze week. Ja. Wat denk je? 0-1. 0-1? 0-1. We hebben hem nodig ook, hè? Vier wedstrijden op rij verloren. Lucas heeft daar natuurlijk ook een mening over, helemaal vanuit China. In het geel-zwarte stukje in deze Chinese sportkrant vragen ze zich af hoe het toch kan dat VVV nu vier wedstrijden op rij verloren heeft. Maar goed, waar ze zich allemaal aan vasthouden en ook de commentaren van de mensen op straat, ze verwijzen allemaal naar Confucius. Want die zei heel erg lang geleden al, he who is unlucky needs some fortune. Daarom is het maar goed dat we de volgende wedstrijd tegen Fortuna spelen, zeggen ze. Wat denken jullie daarvan? Funs en Rolf. Ja, we hebben dus een beetje fortune nodig of een beetje Fortuna. Ja. En we kunnen ze gewoon pakken, toch? Het is geen wereldploeg daar. Nou ja, ik vind Diemers en Smeens op het middenveld vind ik echt een heel lekker duo. Ik hoop deze keer op 1-2, want we gaan er sowieso eentje tegen krijgen. En we hebben nodig ook, want anders gaat die Lucas Brammers index daar helemaal aan. Ja. We gaan gewoon die punten eindelijk weer pakken. En anders, ja, dan, anders is het toch, dan kunnen we spreken van de eerste kleine crisis. Dan moeten we ons toch weer zorgen maken. Ja, gaan we niet doen. Ik voorspel gewoon, ik blijf vertrouwen in deze ploeg. We gaan het eerste kwartier 2 doelpunten maken. Dan lopen we uit naar 0-4. Jij zegt 0-1. 1-2. Komt helemaal goed dus.